Vorst in het voorjaar kan zorgen voor behoorlijk wat schade bij de productie van fruitteelt. Gelukkig hebben ze flink wat technieken om dat zoveel mogelijk te beperken. Ik heb een afspraak met Erik bij fruitteeltbedrijf Vernooy. En hij gaat me laten zien wat ze allemaal doen om hun fruitbomen te beschermen. En zoals je ziet, ze beginnen vroeg. Hoe laat begin jij? Ja, dat ligt er maar net aan. Hoe koud is het, hè? Het kan om 4 uur gaan vriezen. Maar het kan ook, zoals afgelopen nacht, was het om 10:30 al zover. Gebroken nachten dus? Gebroken nachten. Waarom is dat beregenen zo belangrijk? Nou, als wij dat niet doen, dan vriezen dus de knoppen kapot. Dus de bloesem zal dan bevriezen. En dan betekent dat we geen oogst hebben voor komend jaar. Op het moment dat ijs gevormd wordt, wordt warmte uit het water gedrukt. Stollingswarmte noem je dat. En door dan en maar nieuw water over dat ijs heen te blijven sproeien, blijft dat ijs vormen, waardoor aan de binnenkant van het ijs dat bloesempje beschermd zal blijven. En bij welke temperatuur begin je? Dat ligt echt aan de stadiums van de bloesem en van de planten en bomen. Hoe ver zijn ze? Zitten de knoppen nog echt helemaal dicht? Kunnen ze maar zo 3-4 graden vorst hebben? De appels en de peren beregenen we zoals je dat hier ziet. Maar we hebben ook kersen. En de kersen die beregenen we niet, want die bomen die kunnen niet zo goed tegen veel water. Dus dat doen we met warme lucht, met wind en warme lucht. En we hebben daar een kachel die rondrijdt, die warme lucht uitblaast. En de verschillende ventilators die zorgen voor windverplaatsing in een perceel, waardoor de vorst niet aan de grond kan komen. We staan nu bij een kersenperceel. Als je het bloemetje hier dus hebt, dan zie je dus het stampetje. En het stampetje, dat is ook hetgeen wat we proberen te beschermen tijdens de vorst. Die loopt uit op het vruchtje. En als het stampetje bevriest, kan die dus niet meer bestoven worden, waardoor het vruchtje niet meer gemaakt kan worden. En dat is dus hetgeen wat we proberen te beschermen bij vooral de kersen dan hier. En zo wordt er hier het hele jaar door keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat jij over een paar maanden je appels, peren en kersen kunt eten. Fijne dag nog.